En dan is er nog dat ene mythische verhaal. U weet wel, van opa en van de fiets. Dat moet wel heel diep in onze genen zitten. Want hoe kan het anders dat van alle Duitse wandaden die er geweest zijn, juist dat verhaal ontzettend diep in ons collectieve geheugen geprent zit. In deze vitrine ziet u onze serie belastingplaatjes. Het plaatje 1940 is gelijk na de inval afgeschaft. Waarom? Het was de meest gehate belasting in Nederland en de Duitsers wilden daarmee populair worden. Want Nederland is verknocht aan de fiets. Ongeveer 3,5 miljoen zijn er in 1940 in omloop. 1 op de 2 Nederlanders heeft een fiets. En behalve het afschaffen van dat belastingplaatje krijgt de fietsenindustrie ook nog een andere positieve impuls door de oorlog. Dat kwam omdat onmiddellijk na het uitbreken van de oorlog en de capitulatie van het Nederlandse leger een verbod op de handel in benzine kwam. Dat werd prompt in beslag genomen. Dus er was geen benzine meer. Mensen moesten toch naar hun werk en dus werd het een fiets. En dus de eerste jaren, het eerste anderhalf jaar van de oorlog, hebben de fabrieken op volle capaciteit gedraaid. Alleen dat hield op toen het bestaande materiaal op was en er niks aangevoerd kon worden. Uiteraard was er geen rubber. Hier zien wij een houten velg. Zeg maar, die gespannen werd om een stalen velg heen. Zwaar hout werd gebruikt. En tevens werd dan geprobeerd een stukje viering in aan te brengen. En zo werden dus de banden gebruikt in de Tweede Wereldoorlog. Hoeveel fietsen moesten er gevorderd worden? In eerste instantie 50.000. En een paar dagen later kwam er verhoging van de vordering. Toen moesten er 100.000 fietsen worden ingeleverd. Die waren dus bestemd voor de Duitse bezetter. De Duitsers waren toch al niet populair, dus dat zakte natuurlijk tot ver onder het nulpunt, begrijpelijk. En men was er niet blij mee om een fietsen in te leveren, dus die werden verstopt. Want op een bepaald moment liep je gewoon kans om in een razzia te vallen. Ik heb dat zelf nog wel gezien. Er werd er gewoon een plein of een straat afgezet en er werd een fuik gemaakt. En alles wat op de fiets binnenkwam, dat was de sigaren, want die mochten de fiets inleveren en wegwezen. Maar die eerste operatie in 1942? Heeft een kleine 40.000 fietsen opgeleverd. Gedeeld is er betaald trouwens. De complete voorraad bij de handel werd vergoed. De handelaarsprijs plus een winstmarge van 15%. En zo komt Fietsland Nederland, zo goed en zo kwaad als de Duitsers dat toelaten, de oorlog door. Voor de verlichting werden verduisteringskapjes gebruikt, wat moest. We zien hier een plaatje, een verduisteringsplaatje, waar je alleen maar licht krijgt door het kleine spleetje. En om een jasbeschermer te maken, werd gewoon een stukje kippengaas gebruikt. Maar als de Duitsers tegen het einde van de oorlog in blinde paniek terugtrekken, zo wil het verhaal, jatten ze bijna alle nog resterende fietsen in ons land. Nou, dat zijn er niet zoveel als wel eens verondersteld wordt. Het is relatief weinig, nog genoeg, maar relatief weinig. Gezien de voorraad Nederlandse fietsen die er her en der bij de consument stond, was dat niet zo gek veel. Dat verhaal wordt een beetje overdreven. Wat natuurlijk niet wegneemt dat het een schandelijke daad was. In de hele Tweede Wereldoorlog werden er 150.000 fietsen gestolen. Ter relativering, zoveel worden er nu elk jaar gestolen.